Wij gaan in de Prins Hendrik, dat is een vestiging in Egmond aan Zee van de Zorgcirkel. Gaan we het FIOS-systeem implementeren, het FIOS 2.0. En we doen dat in navolging van Evian Guisveld. Nu lopen medewerkers 's nachts rondes en komen dus de kamers op, openen deuren, controleren of iemand goed slaapt. En daarbij verstoren ze ook nachtrust. We willen heel graag dat de technologie daarbij gaat helpen. We willen in ieder geval onze persoonsgerichte zorg willen we op deze manier een extra dimensie geven. En we willen meer werkplezier voor onze medewerkers creëren en meer rust, zodat zij zich veilig voelen in zo'n nachtdienst en kunnen vertrouwen op de techniek. We zien het proces tot het eind van het jaar zo dat we nu eerst een pilot starten met 5 bewoners in de verzorgingshuiswoningen. En zij krijgen deze technologie in overleg met hunzelf en met de familie. En we gaan hun ervaringen en de ervaringen van de medewerkers gaan we meenemen voor de implementatie in het laatste kwartaal van dit jaar op de gesloten afdeling van de Prins Hendrik. Een struikelblok wat wij wel zien en wat we de komende maanden gaan onderzoeken is de huidige wet en regelgeving, zoals daar nu de BOPZ is en straks de wet zorg en dwang. En wij zullen moeten onderzoeken hoe deze technologie zich verhoudt tot die wetten. En het tweede struikelblok wat wij onderkennen is dat het echt een andere manier van werken voor de zorg zal worden. Zij zullen de techniek zich eigen moeten maken, maar ook hun werkzaamheden anders moeten inrichten. Onze ambitie voor de toekomst is dat de bewoners van Egmond aan Zee langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van deze zorgtechnologie.